dus kunnen we vandaag wel gezellig daar naartoe. We zijn nu aan het wachten op de trein die gaat komen. Het is mooi weer. Pizza en vis. En cola natuurlijk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb gisteren geshopt bij de Action. En ik heb van die AirPods, van die oortjes gehaald. Nou, ik heb in ieder geval van die oortjes gehaald, maar die zijn dus vandaag meteen al kapot gegaan. Dus wat had ik eigenlijk kunnen weten, want ik heb ook oortjes gekocht bij de Action. Dat was van wel met draad, maar die gingen ook heel snel kapot. Maar daar heb ik even niet aan gedacht. Maar in ieder geval, ik ben nu onderweg naar mijn werk. En het regent, ik ben heel nat. Terwijl het regent nog niet eens zo hard. Maar je kunt wel zien dat mijn jas goed nat is. En ik heb nog meer gekocht bij de Action, maar dat laat ik jullie straks allemaal zien. Zo, ik ben aangekomen op de kinderboerderij, maar de kinderboerderij is nog niet open. Ik heb ook even energy drank gehaald bij de Plus. Normaal zou ik de dag beginnen met koffie. Maar omdat ik tegenwoordig geen koffie meer kan drinken en dat gelijk uitspuug. Nou, wel maar iets anders om wakker te blijven. Want ik slaap op zich wel goed, maar ik slaap wel pas laat. En dat komt omdat ik heel veel overlast heb, 's avonds tot met 11 uur. En dan zijn ze bij ons pas stil. Dus daardoor slaap ik ook laat als ik vroeg op moet. Goedemiddag, het is vandaag zondag. Het is 2:15. Ik ben brownies aan het maken. Ze zitten nu in de oven. Dus we moeten nog ongeveer 11 minuten. Goedenavond, het is vandaag maandag. Ik heb weer een tijd niet gevlogd. Het is nu intussen ook al in de avond. Ik ben net klaar met werken en ik ben onderweg terug naar huis nu. Ik heb gewerkt bij Magnolia vandaag. Het is maandag, dus dan werk ik daar. En nu ben ik onderweg terug naar huis. Ik heb ben gisteren trouwens een terrasje wezen pakken en daar heb ik ook niet gevlogd, heb ik niet aan gedacht. Ik had mijn camera ook niet mee. Ik had wel mijn telefoon mee, daar had ik natuurlijk ook mee kunnen filmen, maar ik ben het helemaal vergeten. Ik ben nu aan het koken. Ik maak aardappelknieuwtjes met boomstammetje en dus zo ben ik ook muziek aan het luisteren. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En zoals jullie kunnen zien ben ik op de kinderboerderij in de ponystal. Ik ben aan het werk bij de ponies. Ik heb vandaag al gesport. Ik ben trouwens nat geregend op de fiets van
gezeten. Ik heb 30 minuten op de cross gezeten. En daarna ben ik naar de kinderboerderij gegaan. Zijn met de kinderboerderij met een paar naar de Jumbo gegaan om groente op te halen voor de dieren. En nu ben ik de ponystal aan het vullen. De vlas al gevuld en het hooi, alleen nog stro er bovenop. En dan is het ondertussen al bijna 12 uur, dus dan ga ik lunchen. Het is ondertussen 4:15, dacht ik, boerderij. En ik ga doorfietsen naar het kattencafé. Goedemiddag, het is vandaag donderdag, het is 11:45. Ik ga nu naar Magnolia. Ik heb gewerkt bij het kattencafé. Het is vandaag trouwens mijn laatste werkdag op Magnolia voor mijn vakantie. Dus volgende week heb ik vakantie. Morgen moet ik gaan werken bij de kinderboerderij en daarna ben ik 2 weken vrij. Alleen wel werken bij het kattencafé, maar dat vind ik juist wel fijn in de vakantie. En zaterdag, dat is overmorgen, ga ik met Irene naar Maastricht. Dat stond al eerder op de planning, maar omdat er toen overstromingen waren, was het best geworden. En dit keer wordt het wel Maastricht. Het blijft goed weer. Het wordt vandaag 27 graden. En overmorgen wordt het 25 graden. Dus er zal dit keer vast geen overstroming zijn. Ook gelukkig voor de mensen die daar al wonen. Ik ben trouwens gisteren vergeten om naar Tak te gaan. Ik zou eigenlijk bij Tak nog even werken, maar ze zijn me verder op komen halen. Dus ik was doorgaan werken op de kinderboerderij en helemaal vergeten dat ik ook naar Tak toe moest. Leuke woning hier in de buurt en ik ben ook op zoek naar een flat hier om hier in de buurt ergens te gaan wonen, want dit is veel dichter bij mijn werk, zowel bij Magnolia als de kinderboerderij. Dus daarom ben ik op zoek naar dus hier in de buurt. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, het is 9:50 en ik ben op de kinderboerderij zoals jullie ook zien. Ik ben net naar de plus geweest, ik heb deze Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en wij gaan samen naar Maastricht. Dat was de vorige keer al de planning, maar het was toen Den Bosch geworden. Dat was ook een hele leuke dag. En dit keer zijn er gelukkig geen overstromingen in Maastricht. Dus we kunnen vandaag wel gezellig daar naartoe. We zijn nu aan het wachten op de trein die gaat komen. En het is 11:30 en we zijn aangekomen in Maastricht. Het is mooi weer. Ik heb een pizza en een iets. En cola natuurlijk.